Mede en met name natuurlijk vanwege het feit dat in die derde rit start in de buitenbaan de titelverdediger Hein Vergeer. 2 jaar aan een stuk Europees en wereldkampioen. En zijn tegenstander op deze 500 meter is de Rus Nikolai Guljajev, de nummer 5 van het Europees kampioenschap van vorig jaar. Jonge vent nog, 2 weken geleden 21 geworden. En Vergeer was vorig jaar de snelste op de 500 meter tijdens het Europees kampioenschap. Toen in 39-12 in het Bislettstadion in Oslo. Het duurde lang voordat de starter het schot liet klinken, maar de heren bleven keurig stilstaan. En Guljajev is een van de potentiële echte concurrenten voor Vergeer als het om de eindklasseringen gaat. 10-5, snelste opening tot nu toe. Vergeer krijgt die laatste binnenbocht. Voor sommige rijders wil dat wel eens een nadeel zijn op de 500 meter. En je moet maar afwachten hoe dat nu gaat, met name met die wat verraderlijke wind daar in die bocht. Guljajev gaat goed door, maar daar komt Vergeer, maar hij komt er niet aan. Nee. Kijk eens even hier. Guljajev schaadt ons landgenoot gewoon weg op die 500 meter. Dat is de conclusie die je mag trekken. En de tijd is goed van Guljajev, absoluut goed. 39.04 en hij slaat toch een gat van 17e seconde op ten opzichte van Hein Vergeer. En dat is het tegenvallen voor Vergeer. Een verrassing voor Guljajev. Maar ja, die Russen, je weet nooit wat je dan hebt. In ieder geval de eerste zet is aan het oostblok. Het antwoord dient later te komen. Daar baalt hij van. En terecht ook.